Je hebt 5 eitjes. Ga je weer even broeden dan? Als aardrijden. Heel wat leuk. En je beelden. Hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij, hoe toevallig. Het is vandaag woensdag 16 juni 2021 en het is nu, hoe laat? Zal ik eens even kijken, 10 over 11. Ja, het is mooi weer. We zijn nu lekker aan het lopen. Dus, en we nemen jullie, ik neem jullie vandaag gewoon gezellig mee bij deze gloednieuwe vlog. Want Ro moet werken. Lieve mensen, het is alweer 1:30 geweest. Het is nu 13:32. Ik heb Ro nog even aan de lijn. Die is nu op de fiets naar zijn werk. Want hij moet zo meteen werken, zoals jullie weten, tot en met een uur of 9:45. Dus ik ga zo meteen weer met mijn buurman, met een mooie dikke BMW, ga ik even naar de dierenvoedselbank. Want als onze Ro dus moet werken, ja, dan ga ik dus niet op de fiets. Ook al is het wel mooi weer, maar je weet nooit hoeveel je krijgt, dus... Ja, het is eventjes afwachten, maar ik ga zo meteen straks rond een uurtje of 2:15 met mijn buurman die kant op. En dan ga ik niet veel mensen uiten, want dat wil hij waarschijnlijk niet. Dus doen we ook lekker niet. Dus jullie zien me straks gewoon wel weer als ik thuis weer ben met de dieren, voedselspullen. En misschien dat ik het wel film, misschien ook niet. En misschien zien jullie mij nog voor die tijd voordat ik wegga. Ja, ik ga even naar het winkelcentrum. Ik heb mijn kaartje al aanhangen. Dus daar kunnen ze niet meer over zeuren, zijn ik zeiken. Dus ik moet even naar de Action. En ik ga mama zo even bellen. Ook leuk. Helemaal top. Helemaal goed. En jullie zien zo meteen wel wat ik heb gekocht. Want ik wil, dat gaan jullie sowieso zien. Maar ik heb voor altijd en voor de honden van die hele grote bakken. En voor het vlees. Maar ik wil ook 3 kleine bakjes hebben. Zodat ik dus niet iedere keer die hele grote hoef te pakken. Beetje ruimte besparend, zeg maar. Dus dat ga ik even doen.
En dan ben ik er ook even weer even gelijk even uit. Want ja, Roderick die moet tot en met 10 uur werken. 9:45, 10 uur. Dus ja, en ik weet ook wat ik ga eten. Want dat heb ik ook al in huis. Lekker uit de oven. Lekker iets met granalen. Want dat laat ik jullie zo meteen wel lekker zien. Zo, ja, heb je 5 eieren, meisje? Heb je 5 eitjes? Ga je weer even broeden dan? Ga je weer op en op je kindjes liggen dan, meisje? Hey. Ja. Ja, meisje. Heb je 5 eieren, kind? Ja. Een meisje toch? Ja. Goed zo hoor. Ga maar er lekker op liggen, meisje. Doe maar. Ga er maar lekker op liggen. Ja. Ga er maar lekker op liggen, schat. Ja. Goed zo, doe maar. Volwassen, zeg maar. Ja, ga maar lekker op je kinderen liggen, meisje. Ja, goed zo. Ja. Keurig hoor. Ja, ga maar liggen. Ja, goed zo. Hey. Was ik nog maar net even op tijd, hè? Hey. Jij. Was ik net even op tijd, hè? Ja. Ja. Nou, dan kom ik van de week weer even langs, ja? Ja. Ja, ik ga hem even bellen. Even kijken of ze opneemt. En of ze al thuis is. Is leuk te kijken of ze al thuis is. Weet ik niet helemaal zeker, dus hou me dat even ten goede. Ja, hallo. Nee, die is dus lekker niet thuis. Dus ja, dan ga ik maar weer eventjes met een vlog bezig, hè. Ja. Het is niet anders. Nee. En dan doe ik zo meteen mijn bril maar weer op. Ja, als ik dus met de vlog bezig ga, dan doe ik mijn bril op vanzelf. En dus, nou, mama is er dus niet. Ik ga even met je vlog editen, eentje nu. En dan ga ik daarna eten maken. En ik ben ook gelijk tijdig met Ro lekker aan het mailen. Want ja, die is aan het werk, zoals jullie weten. Dus ja, ik ben lekker bezig. De dierenvoedselbank heb ik ook al gehad. Dus ja, mag niet klagen. De hondjes hebben weer lekker eten. Ik heb, nou ja, dat laat ik zo meteen even aan jullie zien. Dat ik dus 3 voerbakjes heb gehaald. En ik heb nog een leuk speelgoed voor ze gehaald. Even kijken of ze dat ook leuk vinden. En of ze die ook begrijpen. Maar eerst ga ik dit doen. En dan misschien heb ik daarna nog mama aan de lijn. Dat weet ik niet. Ik ga ook zo meteen nog even op de mobiel proberen. Maar die heeft ze op stil dankzij mij. Dus we gaan het meemaken. Ik ga nu eens even editen. Een hele goede middag. Leuk. Even je wil. En Roderick gaat achter ons aanrijden. Heel wat leuk. Even je beelden. Beelden. Nou. Leuk. Twee beelden. Nou, daar zit onze mooie Dinky Toy. Roos nu even lekker aan het lopen met de hondjes. Ja, ik weet niet waar Roos uithangt, maar dat komt er helemaal goed. Hoop ik toch. Dus ja, het is nu even kijken, waarom is het hier? Nou ja, het is iets van 25 graden of zo. Ja, kom. Zo, hier is lekker. Oh. Mag niet, we mogen niet klagen. Lekker. We mogen niet klagen. Lekker. Zo, nou, we zijn ook alweer een tijdje thuis. Het is nu inmiddels alweer 6:10.
Zoals je wellicht kan zien, Roderick die zit plek achter me en ik sta. Maar filmen bij Ro ging niet helemaal lekker, want de telefoon die viel uit. Door de warmte waarschijnlijk. En ik kon dus niet filmen, want anders had ik dus mijn snelheid niet meer gezien. En dat is wel heel belangrijk. Dus nee, ik heb dus niet kunnen filmen. Ro wel. En Ro die had zijn raampje open, dus het is een beetje raar te verstaan. Maar ja, Ro is ook niet zo heel goed en met de Samsungs en ik wel. Dus ja. Maar we gaan zo eventjes even kijken en bij de pak. En de hondjes hebben het van 11. Kijk, spiegelichter. Nou, ik ben al heel ver, want dat streepje dat staat dus alweer daar. Dus ik heb, even kijken, dit stukje al helemaal gedaan. Dus dat stukje moet ik nog. Mijn mama die belde mij, dus neem ik even mijn pauze. Nou, laat ik jullie gelijk zien wat ik heb gehaald voor de hondjes. Kijk, dit dan liggen door de warmte. Helemaal lekker. Maar ik heb deze bakjes gehaald en voor de hondjes. Deze is voor Lady. Ja. Dan heb ik hier nog twee extra. Dankjewel, Action. Ja, dankjewel, Action. Ja. En deze zijn dus voor de twee zusjes. Ja. Dat zijn jullie nieuwe natvoerbakken. Ja, handig hè. Dus die kan ik lekker mooi opstapelen. En wat heb ik nog meer gekocht? Dat is dus deze. Even zo. Ga ik hem even openmaken. Kijk, zo maak ik hem dus altijd open. Ja. Handig. Heb je het warm, kind? Ja, het is ook veel te warm, hè. Nou, waarschijnlijk kennen jullie deze al. Maar ik heb hem dus al heel vaak op mijn Facebook voorbij zien komen. Gaat ze de speelgoed pakken. Oh, wat een lekker ding instoken. Mooi. Zo. En hij werkt dus op wieltjes. En wat ik dan moet doen, dat is voer er even in doen. Dat ga ik dus zometeen ook doen. Dus laat ik zometeen ook weer aan jullie zien vanzelfsprekend. Ja. Zo, ik heb deze, ik heb die en ik heb daar eentje zitten. Ik heb er hier eentje liggen, ik heb daar er eentje zitten. Ja, nou, wat ik dus doe, ik ga dat erin doen. Iedere keer wat. En dan zet ik dat dus zo meteen op de grond. Zo, er gaat iemand lekker bukken, jongens. Let op. Let op, Lady. Dat is leuk om te zien. Kijk, er gaat weer wat. Die zwarme meisje. Kijk, er gaat zo meteen weer lek. Draakje ligt erachter. Daar gaat zo meteen mevrouw lek weer. Denk ik. Zo. Nee, toch niet? Nou, dan is deze aardig alweer vol. Zoals je wellicht kan zien. Zo, jullie hebben mazzel, dame. Dat is lekker, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, dat krijg jij ook. Je zus ook. Maar jij ook dan. Zo, ik heb er één, dus dat, ik hoop niet dat het zometeen vechten wordt om dit speeltje. Ik hoop dat ze het een beetje en snel en goed begrijpen. Nee, jij hebt al gehad, alleen, kijk eens, wijfie. En daar zit Speedo. Nou, nog een klein handje doe ik even. Zo, doe ik dit even daar. Dames, ik heb wat voor jullie gekocht. Zo, mag ik erbij? Ja, mag ik erbij? Kom eens hier. Kijk eens hier. Ga ik even hier zitten. We gaan lief doen en zachtjes doen. Hoe krijgen we hem eruit, hè? Nou, doe maar. Ga maar kijken.
Hoe krijgen jullie dat eruit, hè? Nee, doe maar. Ik ga filmen. Dat gaat niet. Jammer, hè? Oh ja, is dat zo? Dames, Lady, ga kijken. Ga maar kijken, Lady. Nee, je moet hem... Kijk, lieve schat. Jullie zijn... Oh, wat ben jullie slim. Kijk eens, dames. 1, 2... Ga kijken. Lady. Ga kijken, lof. Met die tong erin. Oh, 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 oh. Dames, kom eens hier. Lady. 1, 2. Niet schrikken. Hela. Zo, nou ik ga dit lekker eten. Dit was gisteren in de bak bij de Jumbo. Milde penning curry Thaise stijl. Met garnalenkokos en melk en sojabonen. Nou, dit moet dus in de oven. Hij staat nu al aan op 160 graden. Nou, dan moet het zometeen als het goed warm is. Nog 20 à 25 minuten in de oven. Nou, dat ga ik dan lekker eten. Dus ik hou jullie eventjes op de hoogte hoe het mij smaakt. Want dit is nieuw. Maar het slaat niet aan en bij de Jumbo. Dus moest gisteren een hele partij in de bak, 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 bak. Kijk, dit ligt er dan. Dit ligt zo lekker. Maar ik ga even kijken bij mijn eten. Ook een hele goeie. Volgens mij is het al klaar, jongens. Want het ruikt wel goed. Dus ik ga zo meteen eten. Hi schat. Hi. Hoe gaat-ie? Ja, dit is een beetje warm. Dus ik ben een beetje moe nog. Ja, snap ik. Lekker gaat om 4:15 hier straks. Ja, precies. Ook leuk. Ja. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.